verschillende begeleiders en begeleidsters. Zo heb ik een werkplekbegeleidster die me in het vak begeleidt, een begeleidster vanuit hier de school en een begeleidster vanuit mijn eigen school. Tijdens de lessen zit ik achterin om te observeren hoe Carlijn het doet. En na de lessen spreken we dat na. We hebben verschillende bijeenkomsten. Daar behandelen we theorie, zoals groepsdynamiek, hoe je bent als persoon, als docent, dus je interactiestijlen. We geven andere klassenles, andere vakken, dus praktijkervaringen die ik hier opdoe. Of dingen waar ik moeite mee heb, kan ik met anderen bespreken. Ja, zij hebben een andere visie erop, dus kunnen ze mij misschien tips geven of tops juist. En zo leren we van elkaar.